Ja, Jeffrey, allereerst van harte gefeliciteerd met je plaatsing voor het PDC WK van 2024. Je bent een gewone Nederlander, een volle Nederlander. Je hebt je geplaatst via de Nordic en Baltic Tour. Kan je voor de kijkers even uitleggen hoe dat kan? Ja, nou, dankjewel. Leuk om weer deel te nemen aan het WK, zo. Maar ja, je moet 5 jaar in een Noordisch of een Baltisch land wonen voordat je daaraan deel mag nemen. Dus je moet daar gewoon 5 jaar 5 jaar in een Noordisch land wonen. En dan zorg dat je daar belasting betaalt en alles. En dan kun je meedoen aan de PDC Noord-Baltic. Ja, en heb je ook al een Zweeds paspoort echt? Nee, dat niet. Ik heb hem in januari aangevraagd. Maar ze zijn een beetje langzaam bij de immigratiedienst hier ook. Dus ik sta op de wachtlijst. En ja, het is gewoon afwachten. Maar die is onderweg. Ja, want je Ja, kan dus en Nederlander en Zweed kan je tegelijkertijd zijn. als je in Zweden woont, of tenminste als Nederlander in het buitenland, kun je wel een dubbel paspoort krijgen. Maar als je in Nederland woont, dan mag het dus niet. Nou, hoe ben je er zo terechtgekomen in Zweden? Dat is best wel een aparte verhuizing natuurlijk. Ja, nou dat. Het is eigenlijk via mijn vriendin. Ik leer haar kennen in 2015. En ja, toen ben ik eigenlijk daarna ben ik de Pro Tour ingekomen. Maar voor mij was het makkelijker om te gaan reizen als voor haar. Dus toen ben ik gewoon daarheen gegaan. En zodoende ben ik daar gebleven. En was het voor jou een makkelijke keuze om dan te denken van, nou ja, ga ik me wel in Zweden settelen of is het wel moeilijk geweest? Je zou ook familie hebben Nee, hier. voor mij het werd eigenlijk moeilijker dat ik mijn tourkaart verloor. Want in het begin, voor mij maakt het niet zoveel uit. Ik reisde vanuit Zweden naar Engeland, van Engeland naar Nederland en van Nederland weer terug naar Engeland en dan weer naar Zweden. Dus voor mij was het, ja, ik was vrij flexibel met reizen toen de tijd. Want, ja, als prof zijn, dan kun je staan en gaan waar je wil. Dus ja, voor mij maakt het niet zoveel uit. Het was een uurtje langer vliegen alleen maar. Dus. Ja, en je bent nu geen fulltime darter meer, neem ik aan. Ik denk dat je ook werk doet. Wat voor werk doe je daar in Zweden? Ik ben nu een ja, monteur van deuren en gevels. En hele glazen muur eigenlijk. Dus ja, zit Schuco. Dat heet dat monteren we dan. Dat zijn aluminium profielen voor nou ja, winkelgevels en ja, een beetje dat soort dingen. En hoe is je Zweeds inmiddels na al die jaren? Het gaat redelijk. Ik had vorige week nog in een podcast gezeten met de Zweedse startpot dan. En dat ging redelijk af. Ging me redelijk goed af. Maar ja, het kan beter. Nou ja, er wonen ook nog twee Nederlands sprekende darters ook in Zweden. Kevin Doets natuurlijk, Nederlandse darter. En Vicky Pruim, Belgische dartser. Ja. Heb je wel eens contact met hun? Vicky zie ik af en toe. Die zie ik niet zo van. Die woont niet in Stockholm. Maar Kevin, die zie ik bijna wekelijks. Dus die zie ik regelmatig. Ja, en hij speelt nog niet voor Zweden, terwijl ik denk dat voor hem ook best wel een kans zou zijn, toch? Ja, op zich wel. Maar hij moet eerst nog officieel verhuizen. Hij is nog niet officieel verhuisd, zeg maar. Hij zit nou in dezelfde situatie als dat ik was, dat ik prof was. En het valt niet mee om officieel te verhuizen als je prof bent. Want in Zweden wordt het niet gezien als werk. Darten wordt niet gezien als werk in Zweden. Nee, dat is een hobby en ja, het is geen vast inkomen, dus daardoor krijg je niet via het darten kan je geen persoonsnummer krijgen of een burgerservice-nummer. Dus dan wordt het lastig. Dus je moet aan het werk en dat doe je nu ook. Hij combineert het met werk dan. Maar hij heeft ook een kind nu, dus voor hem zou het misschien wel makkelijker kunnen zijn. Ja, want dat is wel iets wat hij wil, echt Zweedse darter worden. Nou. Ja en nee, denk ik. Het is ook niet iets wat ik wou van het begin af aan. Ik voel me nog steeds een Nederlander natuurlijk. Ik woon hier alleen. En ja, nu word ik wel gezien als een Zweedse darter. En ja, het is voor mij ook even wennen. Maar ja, ik woon hier. Moet je Ja. ervan maken. Maak er het beste van. Ja, maar zijn ambities wel uiteindelijk ook om op de Nordic en Baltic Tour uit te kunnen komen? Misschien als je zijn tourkaart kwijtraakt. Want als je zolang je tourkaart hebt, dan mag je niet meer meedoen. Dus ik hoop zelf eigenlijk volgend jaar ook niet meer mee te doen. Ik wil je zien hoe ik wacht. Maar stel dat je weer op de Pro Tour terugkeert, keer je dan terug echt als Zweedse speler of als Nederlandse speler? Ik heb nu geen keus meer. Ik ben sowieso 5 jaar lang nu een Zweed. Voor de PDC dan. Oké, ja, ik denk dat het een mooie oplossing voor is, want je bent geplaatst voor het WK. Ga ik te kort door de bocht als ik zeg dat dit misschien wel je makkelijkste manier van plaatsen is van de afgelopen 6 keer? 7 keer? Ja, nou, ja, nee. Het is, hoe moet ik het zeggen? Ik vond bij de BDO, deed ik het altijd goed.
En ik vond dat bij de leegzij dan de onbeleefdheid kwalificatie, die ging mij ook in het eerste jaar redelijk gemakkelijk af. Dus ja, voor de BDO was het altijd van speel je toernooien en ik haalde altijd wel de punten om bij die top 32 te zitten. Dus dat vond ik nooit heel moeilijk. PDC, mijn tweede jaar, was best wel moeilijk. Maar dat heeft er meer mee te maken omdat er toen 48 geplaatst waren. Top 16 van de Pro Tour was toen geplaatst. En in het laatste jaar dat er 32 geplaatst was, toen, ja, ik had mijn slechtste jaar en evengoed wist ik me te plaatsen toen. Dus ik zat Ja. niet lekker in mijn vel. Maar ja, ik weet niet. Ja, dit is ook niet het. Dit was niet de moeilijkste. Of dat moet ik dan zeggen. Het is, kijk, bij de PDC, je moet gewoon resultaat halen. Maar er zijn er 64 die zich plaatsen. En als je, ja, zelf, ik voel mezelf goed genoeg om daarbij te horen. Dus ja, dan daar lukte het wel. Play Championships haalde ik ook altijd alle jaren. Dus dat, ik had, een beetje moeilijk zeggen, maar een beetje kort door de bocht om te zeggen dat dit makkelijk is, want er zijn maar twee plekken. En dus er lopen gewoon goede darters rond de Piers in Noord-Baltic ook. Dus Ja, want je bent nu de beste Zweed dan op de Noordic en Baltic Tour. Dat was je nog niet voor de World Cup of Darts. Vond je dat jammer? Was dat echt een doelstelling om voor Zweden uit te ja. komen? Ja. Natuurlijk vond ik het jammer. Ik had graag op het podium gestaan. Maar ja, het was een beetje raar. De kwalificatie voor de World Cup, dat heeft met de European Tours te maken. Je moet op vierde order of merit moet je hoogste rank staan. En ik had me toen nog niet geplaatst voor de European Tour. En er waren twee Zweden die het wel gedaan hadden. Dus daardoor stonden hun daar ook. Maar hun staan zelf niet in de top 10 van de Nordic Baltic Ranking. Nou, nu wel. Dennis wel. Dennis staat nu in de top 10 dan. Maar toen niet. Ja, want je speelt binnenkort wel weer op de Eurotour, de eerstvolgende. Is dat voor jou Ja. ook de ideale voorbereiding richting het WK om weer echt het PDC-gevoel terug te krijgen? Ja, dat denk ik wel. Dus ja, het is sowieso, de European Tour zijn altijd heel leuk. Ik heb natuurlijk al een paar gegooid. Maar ja, zoals gezegd, het is een mooi tijdje geleden dat ik daar mee deed. Ja, het is één wedstrijd spelen en je moet er gelijk staan. Dus het is een perfecte manier om weer een beetje in die vorm te komen. Want nu speel ik alleen maar dagelijkse toernooien. Dus het is gewoon wedstrijd na wedstrijd na wedstrijd. En de vorm wordt beter naarmate de dag vordert. Dus ja, nu is het weer even inkomen. Maar ja, leuk dat ik er voor twee, nu twee mee aan twee mee mag doen. Zodat ik weer een beetje ervaring op kan doen daar op het podium. Ja, en we hebben je nadat je je tourkaart verloor, heb je niet echt meer gezien. We hebben je ook niet meer echt op het WDF-circuit teruggezien. Hoe komt dat? Want je bent nu eigenlijk ineens, dit jaar ben je weer terug. Ja, nou dat komt eigenlijk. Ja, wel, kom maar door. Het begon dat ik er niet zoveel zin meer in had in 2018, toen ik mijn tourkaart verloor. En dat ik toen weer wou gaan darten, toen kwam COVID. En ja, toen met COVID, dat al die blokkades met reizen en die in de bubbel zitten, daar had ik niet zoveel zin in. Ik was ook een paar keer van werk veranderd daar in die periode. Dus twee keer een nieuw appartement gekocht. Dus ja, het continu verhuizen. Er zat altijd wel wat in de weg om volledig te focussen op het darten. En toen dacht ik van, ik ga wel lekker focussen op de Nordic Baltic. En Denemarken was eigenlijk het eerste toernooi dat wel lekker liep. Maar ja, het scheelt natuurlijk ook dat je daar een paar potjes in kan komen. En dan weer een beetje vertrouwen op kan doen. Nou, Denemarken ging goed. Verloor ik de finale daar in van Marco. En daarna was het in Göteborg dan, Zweden. Daar was ik ziek dat weekend, dus daar ging het ook slecht. Dus toen dacht ik eigenlijk ook wel dat daar weer klaar was. Maar ik wist het toch nog even goed om te draaien. In IJsland en dan Finland en nu in Riga. Je hebt nog twee van de laatste drie toernooien heb je nog gewonnen, wat je denk echt naar het WK heeft geholpen. Wat was het moment dat je wist van oké, nu ben ik er? Ja, nee, dat was die zaterdag dat ik van Dennis won in die finale. Toen wist hij weer klaar was. Dat ik Daniel in de halve finale had, ik wist dat het tussen mij en Daniel zou gaan. En die wedstrijd, dat was een spannende pot. Het was een hele goede wedstrijd ook. Dus ik had, ja, wisten we allebei van de winnaar die deze pakt. Nou ja, voor Daniel, hij moest hem pakken. Dat wist hij dan. Want anders wordt het een drama voor hem op zondag. Ik wist ook, als ik ook zou verliezen, dan had ik zondag nog om het goed te kunnen maken. Maar ja, je wil het gelijk afmaken natuurlijk. Dus ja, het was een spannende pot. En ging tot het uiterste. Je hebt natuurlijk ook veel op Nederlandse regio-toernooien gegooid, nationale toernooien. Hoe is zo'n Scandinavische tour en een Nederlandse tour? Hoe kan je dat een beetje met elkaar vergelijken? Is Ja, na de Scandinavische Tour is dan. Ja, aan de ene kant is. Ja, hoe moet ik dat zeggen? Het is anders. Je moet er sowieso veel langer voor reizen. Met de NDB kun je het eigenlijk niet echt vergelijken.
Ja, moet ik wel zeggen. Ja, ik vind dit is gewoon veel beter opgezet. Het is meer professioneel, zo en zo. En het is allemaal goed geregeld. De toernooi loopt vlot. Je weet waar je naartoe bent gelijk. Je kan alles op je telefoon, kan je volgen. En die tijd dat ik de NLB gooide, dan zat ik 3 uur te wachten voordat ik een wedstrijd kon spelen. Dus ik weet niet of dat nu verbeterd is. Dus ja, het niveau is wel anders. In Nederland is niveau gewoon veel breder en gewoon beter. Maar aan de andere kant, de topspelers van de Pirisie Noord-Baltic, dat is, ja, ik denk wel gelijk aan de topspelers van de NLB ook. Ja, want je bent dan dit jaar echt weer begonnen, kunnen we wel zeggen eigenlijk, omdat je naar Q-School bent gegaan. Heb je een, want je wilt dan terug op de tour keren, neem ik aan. Heb je een meerjarenplan dat je denkt van nou, zo lang ga ik het proberen, 3, 4 jaar, of blijf je het gewoon proberen? Nee, eigenlijk niet. Ik ben meer hobby-darter nou, zie ik meer. Ik dart wel veel. Ik vind dat leuk om te doen. En ik mis het om de European Tours te gooien. Dat vind ik echt leuk. Maar alle weken naar Barnsley, dat zie ik niet zo echt, dat zie ik niet echt zitten. Maar ja, uiteraard, als ik me plaats, dan ga ik er gewoon weer voor. Maar ja, ik vind het op deze manier ook goed gaan. Als ik lekker Pirisie Noord-Baltic kan blijven gooien, 2 keer in de maand ben je op reis. En nou ja, nu is het seizoen afgelopen dan. Maar als ik het op deze manier kan blijven doen, dan vind ik het ook prima. Maar ja, tuurlijk, als je weer op de tour kan. Het kriebelt wel weer, laat ik daar wel. Want ik mis het profleven wel. Ja, wat je zegt, de Nordic Baltic Tour zit er nu op. Eigenlijk best wel vroeg in het jaar, want het is nog zeker 5 maanden tot het WK. Je speelt dan nog 2 Eurotours. Wat ga je verder nog spelen tot die tijd? Ik ga nu wat WDF-toernooien erbij pakken dan. Tenminste, wat. Ik ga naar Open Zweden. Dat is dus, nou ja, dichtbij in dit geval. Dat is even goed 6 uur rijden. Maar ja, ik moet even kijken wat ik mee ga pakken. Misschien pak ik nog wel een challenge, die laatste challenge er ook al mee. Of gewoon om wat toernooiritme op te blijven doen. Maar voor de rest, ja. Ja, de European Tours, dat is de focus eigenlijk. En daarna het WK. Dus ja, het is nu september heb ik één European Tour. Oktober heb ik één European Tour. November moet ik even kijken wat ik nog ga doen. Maar misschien wordt dat ook wel een WDF-toernooi daar nog even tussendoor. Ja, zou je de mode super series, daar zijn ik ook wel voor open. Ja, daar sta ik echt wel voor open. Maar ja, het moet afwachten. Je moet uitgenodigd worden ook. En we zullen het zien. Ja, ondanks dat het misschien een beetje een gekke manier van kwalificatie was voor de World Cup, kan je niet zeggen dat ze slecht hebben gedaan, want ze hebben de kwartfinale gehaald. Dat vond ik wel een verrassing. Ja, nou ja, ik ook. Iedereen vond het wel een verrassing. Nou ja, aan de andere kant, in de groep. Ik ken Oscar natuurlijk vrij goed en Dennis ken ik ook aardig goed. Oscar en ik spelen in hetzelfde team ook. Dus ik wist wel dat ze goed waren. En ik kon Marcel dan. Ja, die Marcel, ik kon Zwitserland, kon ik wel redelijk. En ik had zoiets van, als ze gewoon hun niveau spelen, dan kunnen ze ze prima pakken. Dus dat wist ik wel. Italië had ik geen idee van hoe goed hun waren. Dus ja, ik had wel zoiets. Ze hebben een mooie loting. Als ze wat willen doen, dan moeten ze het nu doen. Maar dat, ja. Als ze daarna Canada pakten, dat was helemaal mooi meegenomen. Ze hebben het echt fantastisch gedaan. En ja, petje af. Ja. Zo gezegd. Ja, want je trainde vroeger denk ik ook veel met Nederlandse jongens. Nu zou je dat met Zweedse denk ik doen. Want met wie train je nu een beetje? Met name train ik eigenlijk niet. Niet echt heel veel thuis. Maar met anderen ook niet. Ja, ik gooi mijn competitiewedstrijden. Ik gooi een toernooi in de week. En ik probeer te reizen en daarnaast train ik gewoon, ja, doe ik fysieke training dan in de sportschool. En werken er tussendoor. Dus, ja, in principe heb ik niet heel veel tijd om nog mensen uit te nodigen om te gaan trainen. Kevin Doets, ben je wel goed mee, zei je net al. Is dat Ja. vooral privé of darten jullie ook dan wel samen? Nee, we darten. We komen elkaar tegen op toernooi dan. We zien elkaar niet heel vaak privé. Maar ja, ik ken er goed mee te vinden. En we willen wel trainen. Hij wil ook graag trainen. Maar ja, het is lastig. Het is lastig in te plannen alles. En dan moet je het is of een toernooi gooien of trainen met Kevin dan. Of met een ander. Dus je moet keus maken. En ik ga liever een toernooi gooien. Ja, het WK dan, de 7e keer dat je meedoet. De vorige 6 keer is nog geen gelukkig huwelijk geweest. Je verloor iedere keer de eerste ronde. Dat is toch wel een dingetje, denk ik. Ja, na een dingetje. Ja. Het wordt een dingetje uiteindelijk. Maar Het is voor vorig jou jaar, een dingetje. ja, na vorig jaar zat ik dus niet lekker in mijn vel. Ik ging met weinig zelfvertrouwen ging naar het TK toe. Mijn vader was ook net overleden op dat moment. Dus ja, daar zat ik wel een beetje doorheen dat jaar. Voor hem was het dus totaal niet. En toen, ja, dat was gewoon. Ik zag wel, ik had wel zoiets van, we zien wel hoe het gaat dat jaar. Maar dit jaar, ik voel me lekker. En ja.
Aan de ene kant kan ik zeggen dat ik misschien wel beter in vorm ben op dit moment als dat ik was dat jaar. Dus ja, misschien ook wel zelfs beter als het jaar ervoor. Omdat ik me dan niet plaatste. Maar ja, ik weet niet. We zullen zien. Het hangt een beetje van de loting af misschien. Ik weet wat ik kan. Ik kan er goed gooien. En ik kan 90 plus ook gooien. Dat laat ik ook hier al nu wekelijks zien. Maar ja, op een podium moet je het ook laten zien. En dan is het toch weer anders. Ja, want bij Lakeside ben je ook een paar keer als derde geplaatst. En dat je alsnog de eerste ronde verloor. Is dat dan ook wel echt teleurstellend geweest? En ja, was dat dan echt de druk van een WK wat er ook bij jou kon kijken dan? Ja, nou, niet alleen de druk van het WK. Want volgens mij dat ik die derde plaatsing had, dan moest ik tegen Richard. En dat die wedstrijd ging ook 3-2. Ja. Was ook 3-2. Dus dat, ja, was ook goed spel van Richard natuurlijk. En natuurlijk, er komt ook druk bij kijken. Ik heb nog niet ik heb nog niet echt een WK gespeeld waarvan ik denk van ik heb wel mijn beste spel laten zien. Dus dat is jammer. Maar ja, het wordt tijd om dat te veranderen. Ja, je hebt dus op Lakeside 4 keer gespeeld, 2 keer in Ellie Belly. Wat is indrukwekkender? Ja, beide hebben ze charmes. Maar ja, indrukwekkender is toch Ellie Belly. Want het is groter, het publiek is natuurlijk veel meer aanwezig. Op Lakeside is het wat rustiger en kalmer. En je hoort alles in de zaal. En met Ellie Belly dan is het toch even meer intens. Intensiever. Dus dat is toch mooier. Ja, en laatst was er ook wel kritiek op Sjoerd van Dongen, dat die speelt natuurlijk in het oranje. Dat ze zoiets hebben van, nou, speel met een Amerikaans shirt, hè, want je speelt voor Amerika. Is dat voor jou ook een overweging om echt als zweet daar te gaan staan, in plaats van als een soort, ja, Nederlandse zweet? Nou, ik had voor de laatste keer dat ik daar was, toen had ik een shirt met aan de ene kant een Nederlandse vlag en aan de andere kant een Zweedse vlag. En ik denk dat het een beetje hetzelfde weer wordt. Zwart met oranje was hij dan. Dus ik denk dat het weer die kant op gaat. En ja, nee, ik ben een beetje van beide. Maar zijn er een beetje kritieken vanuit Zweden dat ze denken van ja, dit is niet echt een Zweed die ons nu gaat vertegenwoordigen of speelt dat totaal niet? Nee, totaal niet. Ik vind het hartstikke leuk juist dat er mensen komen die goed zijn in darts. Ze vinden het ook hartstikke leuk met Kevin. Ze vinden zelf dat ze het ook nodig hebben, beter niveau in Zweden. En dat wij het ook laten zien dat we er staan. Dus er komt juist heel veel support vanuit Zweden. Ze vinden het juist fantastisch. Dus anders als dat het bij ons in de regio voorheen was in Nederland dan. Dat als ik dan op het toernooi aankwam, dat er dan mensen denken van, wees er nog ergens anders het nooit te gaan. Leuke instelling. Vond jij deze video leuk? Abonneer dan op de YouTube-pagina van 4D Darts voor nog meer van deze video's.